Veel mensen vragen aan mij, hey Acid, waarom draag je alleen maar wit en zwart? Dat is omdat die kleuren even kleurloos zijn als mijn leven. Let's go. Wow! I just went to the shop with my dad and we bought some new clothes. Zoals dit t-shirt, fucking vet. En bij die kleren kreeg ik een sticker. Check hoe fucking nice deze sticker is. Deze sticker is fucking vet. Serial killers. En ze zetten mij popcorn flakes. Genial. But peoples, today it's time for a brand new video on my channel. But before we start with a new video, I have to say something very quick. Gisteren was er een beetje ruzie op livestream. Als je niet weet waarover ik het heb, is het goed. Als je wel weet waarover ik het heb, kijk. Die ruzie is fucked up, maar dat is al heel lang. Het was normaal nooit de bedoeling dat jullie dat wisten, maar ja. Het is dus een beetje geleakt in die stream. Maar oké, als jullie weten waarover ik het heb, ga geen partij kiezen. Ga niet zeggen, ik vind die YouTuber leuk, dus ik ga die YouTuber disliken. Of ik vind die YouTuber leuk, ik ga... Ja. Kijk hoe je je leuk vindt, vind je mij niet leuk, oké? Kruisje rechtboven is er voor iets. Vind je mij wel leuk? Uit, dan kunnen we beginnen aan de video. Jongens, ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Ik ben Acid en ik zou zeggen, jongens, serial killers, let's go. Doe je daar, je zit daar in je stoel. Wat gaan we doen, jongen? Vandaag doe ik een review van de nieuwe kousen die ik heb gekregen van mijn mama. What the fuck? Dat is een no-go zone. Vandaag doen we een review van dit. Wel, het is wel goed, want het wacht lekker aan. Het is wel lekker, want ik heb ook nog een coole Jupiler pet. Want Jupiler petten zijn goed voor de gezondheid van de bloemkolen in Spanje. Yo, YouTube, is het hier? Oké, mijn jongens, vandaag gaan wij dus gamen. Zoals ik al had gezegd, mijn channel is in de diepste aard nog steeds een gamekanaal. Dus wij gaan vandaag gewoon een potje spelen. Ook even een dikke shout-out naar Jade en Niels voor dit geweldige verjaardagscadeau. Dit zat in mijn brievenbus. Geweldig. Vandaag, lieve dames en heren, spelen wij opnieuw Black Ops 3. Ik heb zo lang uitgekeken naar Black Ops 3. En nu is het spel er gewoon eindelijk aan. Holy motherfucking shit, wat de fuck gebeurt er allemaal? Hebben jullie by the way al die trailer gezien van Black Ops 3 zombies? Oh my god, alsjeblieft geef me dat spel. En die special edition krijgt gewoon een fucking Juggernaut frigo. Krijg de fucking frigo. De fucking frigo. Oké, maar nu gaan we hier dus gewoon een beetje spelen en een beetje MLG kills maken. Want ik blijf gewoon de Black Ops 3 pro. En ik heb gewoon echt zin om Black Ops 3 te spelen. En ik ga gewoon de Collector's Edition kopen. Want daar heb ik heel veel zin in. Dus bij deze ga ik weer geld aan Treyarch geven. Voor een spel dat ik waarschijnlijk 2 weken ga spelen. Maar dat boeit niet. Zombies ziet er wel episch uit. Dus komt allemaal goed. In deze video gaan wij het hebben over een heel speciaal onderwerp. Op school, op Facebook krijg ik heel vaak de vraag zo van, kan je niet gewoon stoppen met school, wat je zag, zoveel over school, maar kan je niet gewoon stoppen met school, wat je hebt het toch al gemaakt met YouTube. Zoveel krijg ik die vraag en ik dacht, oké, als er zoveel mensen zijn die dat echt willen weten, ga ik daar gewoon antwoord op geven in een video. Daar gaat deze video dus over. School opgeven voor jou. Is het een go-zone of is het een no-go? Zo. Dus voor de mensen die het zich afvragen, ik zit nu in het 5e middelbaar. Ja, eigenlijk wel. Ik ga nu naar het 5e middelbaar. Dat betekent dat ik nog 2 jaar naar naar school moet gaan. En dan kan ik naar hoger onderwijs. Dus dan kan ik naar de hogeschool of de universiteit. Wat ik wel kan zeggen, stel ik zou naar de hogeschool gaan of de universiteit, dan is het waarschijnlijk onmogelijk om YouTube te combineren daarmee. Want hogeschool en universiteit is zo duur dat ik daar echt niet mee ga spelen. Dat ik niet ga riskeren van video's te maken in die tijd, dat ik gewoon al in ga gaan voor school als ik daar echt in zit. Ben ik nu echt gestukt? Was dat... Is dat nu... Oh my god. Voor mij is het nu op dit moment met 15.000 abonnees onmogelijk om te stoppen met YouTube en zekerheid te hebben voor later. Van hey, ik ga YouTuber kunnen worden. Voor These Games daarentegen, hij kan makkelijk zeggen ik ga nu stoppen met school en ik ga YouTuber worden. Hij heeft 100k, hij is 15, hij is al binnen. Ik daarentegen 15.000 abonnees, 300.000 monthly views. Ik kan nog niet echt zeggen, ik heb zekerheid om in de toekomst te gaan als jouw. Eigenlijk heb ik gewoon geen zekerheid en heb ik eigenlijk nog niks, want ik...
Het is gewoon zo. Hoe graag ik het ook zou willen, nu is het nog altijd gewoon de leukste hobby voor mij die er is. Maar na het zesde middelbaar ga ik inderdaad een keuze moeten maken. Ga ik door met studeren? Ga ik naar de hogeschool, de universiteit? Of ga ik YouTuben? En ga ik shit doen die jou koudt? Dan heb je natuurlijk nog de oplossing, een tussenjaar nemen. En dan zou ik na het zesde middelbaar 1 jaar kunnen skippen. En gewoon 1 jaar thuis blijven en dan het volgende jaar terug naar school gaan. Hetgene waarvoor ik bang ben als ik dat ga doen, is dat ik waarschijnlijk lui ga worden. Dan ga ik sowieso 1 jaar alleen gaan op YouTube. Maar dan heb ik natuurlijk 1 jaar niets gedaan voor school en heb ik eigenlijk gewoon 1 jaar niet gestudeerd. En dan is het moeilijk, denk ik, om weer terug te komen direct in de universiteit, direct zware studies en meteen echt terug te knallen op school. Ik denk niet echt dat dat mogelijk is, maar holy shit, even serieus. Zijn er fucking veel kills? Oh, er zijn er maar 2. Dat was een beetje een anticlimax. Ik dacht een quadra kill gaan halen of zo. Nee. Maar ik denk dat jullie wel snappen waar mijn onzekerheid zit. Want ik wil heel graag gewoon een leuke toekomst. Mooi huis, zwembad, shit like that. Veel geld, geen problemen met de belastingen of zo. En ik heb geen zin om risico's te nemen. Alhoewel het gezegde altijd zegt: there's no greater danger than playing it safe. Maar als het over de toekomst gaat, dan vind ik het best eng om zo'n beslissing te nemen. Want daar hangt je toekomst echt vanaf. Als ik nu van dag op dag zeg: volgend jaar ga ik naar het laagste wat er is op school en ga ik al in op YouTube en het zou niet lukken met YouTube, dan heb ik een diploma voor iets dat ik niet wil doen. Want ik kan niks met mijn handen. Ik ben de onhandigste sukkel die er is. Dus het is iets waar ik sowieso nog heel de zomer over ga nadenken. Wat ga ik volgend jaar doen? Ga ik terug naar economiewetenschappen? Ga ik toch een paar richtingen zakken? En als ik richtingen zak, dan is dat puur voor YouTube, want ik denk dat ik ISO wel aan kan. Help me even met deze moeilijke beslissing. Maar oké, ja, het is een moeilijke beslissing. Maar oké, ja, we moeten die beslissing maken. En oké, ja, mijn toekomst hangt er wel vooraf. Maar oké, ja, het is mijn leven. En oké, ja. PewDiePie heeft ook, oké, ja, gestopt met school. En oké, ja, kijk waar hij nu staat. Oké, ja, hij verkocht hotdogs. Oké, ja. Oké, ja. By the way, mijn iPhone glitcht de laatste tijd. Want altijd als ik hem oplaad, krijg ik dit tekentje. Fucking raar. Ik steek die in stopcontact. En die zegt dat ik hem moet verbinden met iTunes. Fucking raar. Als er iemand weet wat dat betekent, drop it in the comments down below. Het is een moeilijke keuze, maar ooit ga ik sowieso die beslissing moeten nemen. En dat is echt niet iets wat ik van dag op dag kan beslissen. Shit, nu gaan we even gameplay focused, jongens. What the fuck, daar is er nog iemand. Holy shit. Daar is een... Ik werk nu als zomerbaantje, als kelner in een café. En daaruit heb ik wel 1 iets geleerd. Ik wil nooit een fucking horeca gaan later. Nooit. Wow. Ik ben elke avond fucking moe. Ik kom thuis en ik ben KO. Ik ben dood. Ik kan alleen maar video's maken op dagen dat ik vrij ben. Ik kom thuis en ik wil slapen. En dan word ik wakker in de ochtend en dan moet ik weer gaan werken. En dan kom ik weer thuis en dan moet ik weer slapen. En dan heb ik een vrije dag en dan wil ik slapen. Want dan ben ik moe en dat zijn mijn laatste dagen, kort samengevat. Dus jongens, neem het van mij aan. Ga nooit in de horeca werken later. Respect voor iedereen die het doet. Echt te veel respect. Maar het is niks voor mij. Het is te veel werken. Het is te druk en het is te hectisch. Iedereen flipt als het druk is. En iedereen krijgt de halve aanval als het druk is. Ik wil gewoon liever op het gemakje. Zo chillen. Beetje op het gemak, rustig, chill. Een video editor met een beetje chille muziek in de oren. Jawel. Holy shit, ik moet trainen. Ik moet trainen voor Black Ops 3. Hier staat er iemand campen, die killen we even. Daar staat er nog iemand, die killen we ook even. Holy shit. Het staat hier vol van trophy systems. En nu pakken wij hier een kill, toch niet? Oh, maar jongens, we moeten hier echt kills maken. Kunnen wij nog kill? Nee. Ik was goed in het spel. Ik was goed. En nu ben ik zo fucking slecht. Ik dacht, nucleertje droppen of wat? De enemies hebben een fucking battleship. Een echte loadstar in de lucht. Ik wil niet weten hoe lang het geleden is dat ik in zo'n airplane heb gezeten. Maar even serieus. Het is mijn grootste droom om het te maken met YouTube. Maar het is tegelijkertijd ook mijn grootste angst om het te riskeren. Om het te willen maken met YouTube. Respect voor Ryan en Alex, wat zij al allemaal hebben opgeofferd voor YouTube. Ik denk dat ik elke dag half zou doodgaan van de stress als ik hun leven had. Wat als ik het niet maak met YouTube? Dus we zijn hier op een streakje. We zijn hard bezig. We hebben dubbele... Okay. Oh my god. Oké, we hebben muziek nodig. Muziek. Oké, we hebben muziek nodig. Let's go. Oké, kunnen we hier nog kills pakken? Oh my god, boys, ik heb stress. Ik wil nog fucking veel kills maken. Maar het is al bijna gedaan en ik zie geen enemies en ik wil kills maken. Daar is er een enemy, hier is er een enemy. Ja, nee, toch wel. Daar is hij. Hey, doe de rondje. Daar is hij. Ja, we hebben hem. Oh my god, boys, we worden gechased langs elke hoek. Oh my god, en ik zie dat de enemies fucking veel kills aan het maken zijn. Oh, daar is hij.
Oh my god, het gaat allemaal zo snel. Wow, wow, wow. Oh my god, ik wist niet dat gameplay zo moeilijk was. Ik ben last kill. Nee. 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 Oké, dus bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het nu leuk? Dan zeker even een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond. Dan weet je waarom ik het niet leuk vond. Maar ik ben Acid en ik zou zeggen, jongens, tot de volgende keer. Adios, bitches. Vergeet te liken even niet. Ja, doe even gewoon like. Ja.